onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen tot voortzetting van ons samen zijn van de 60ste psalm. En daarvan het 7e vers. Psalm 60 vers 7, geef gij ons hulp in tegeneen. Bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchteloos waar men zich mee vlijt, want mensenheil is ijdelheid. Wij zullen dappere helden dan in God verrichten, hoe het ook mocht gaan. Hij die van ons wordt aangebeden, zal onze weerpartij vertreden. We noemden nu van de 60ste psalm en daarvan het 7e vers.
Gemeente, ons zou worden gelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u vindt in het boek Jozua, zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10 en het 20ste vers. We noemen ze nu Jozua 6, de eerste 10 versen en daarbij het 20ste vers. En straks wens ik u te bepalen bij Hebreeën 11, vers 30. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozia, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan. De stad omringende eenmaal, alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast. Als gij lieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal erin klimmen en iegelijk tegenover zich. Toen riep Jozia de zoon van hun, de priesters, en zeide tot hen, draag de ark des verbonds, en dat 7 priesters, 7 ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zeide hij, trek door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het geschiedde gelijk Jozia tot het volk gesproken had. Zo gingen de 7 priesters, dragen de 7 ramsbazuinen voor het aangezicht des Heren. Zij trokken door en bliezen met de bazuinen. En de ark des verbonds des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesters, die de bazuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Jozia nu had het volk geboden, zeggende, gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen, en geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot uw lieden zeggen zal, juicht, dan zult gij juichen. Het volk dan juichte als zij met de bazuinen bliezen, en het geschiedde als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich, en de muur viel onder zich, en het volk klom in de stad, en ieder tegenover zich, en zij namen de stad in. Gemeente, wij vragen voor alle dingen de Heer om zijn zegen. Ach Heere, geef ons de genade om uw heilig aangezicht te zoeken in hem, uw lieve Zoon. Wanneer we uit en van onszelf niet anders zijn dan 1 klomp van zonde. En waar we uit en van onszelf voor u niet kunnen bestaan dan alleen in hem, uw Zoon. En Heere, mogen we dan van u de Heer een hart hebben om onze zonden uw recht te belijden. Ach, gedenk dan niet meer aan het kwaad dat wij bedreven.
Ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God. En wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Want u bracht ons een ogenblik samen om een tijdswoord te mogen horen. En ach, Heere, nu is het van onze kant zo onmogelijk om recht zicht te hebben op de tijd. Maar geef ons genade om bezet te mogen worden met de eeuwigheid. Want ach, Heere, als u eeuwigheid besef geeft, en we zien onszelf in het licht van de God van hemel en aarde, dan is er ook Godsbesef, eeuwigheidsbesef en Godsbesef. O, geef het ons te doorleven van alles wat we kwijt zijn. We zijn in paradijs alles kwijtgeraakt wat we hadden. En we liggen in onze schande voor u. En ach, Heere, wil u ons dan bij de indachtmakende werkingen van uw geest ons bekend maken met u, opdat we ons zouden verootmoedigen voor u. Wil u ons dat verlenen, Heere? Anders zouden we het over veel zaken kunnen hebben, maar dan zou het allerbelangrijkste vergeten. We staan met God in rekening. En dat is persoonlijk. En als u ons dat persoonlijk gaat leren van wie we zijn voor u, dan blijft er niet anders over dan een schuldig mens. En als dat nou nog nooit gebeurd is, mag dat dan vanavond gebeuren. Dat u ons de schuldbrief uitreikt. En dat u daarbij de dreigbrief zou willen geven. En dat er ons een doodsbrief bij geschonken werd. Zodat we, o Heere, van u den Heere bekendgemaakt zouden met u. Ach, het leven dat is zo ernstvol, Heere. Maar wil u dan ons dan maar zo leren en onderwijzen. Maar wat is het ook nodig voor uw volk en Sion om voor u te worden wie ze zijn en blijven. Want ach, Heere, kan zo zijn dat we ooit de zonde voor u hebben leren beleiden en beweten. Misschien is er wel iets van die schuldvergevende genade in Christus verheerlijkt geworden. Maar met alles zondaar te blijven. En ach, Heere, dan ligt er zoveel schuld. Wat ligt er een kerkelijke schuld voor u. Wanneer we u den Heere hebben verlaten. En onszelf een bakken uitgehouden hebben. Gebrokene bakken die geen water kunnen behouden. Ach, Heere, mens die probeert zichzelf te redden en God uit de handen te blijven. Maar Heere, wil u dan daarin ook ons leren en onderwijzen, persoonlijk voor u ons te verootmoedigen, kerkelijk onder u te mogen buigen. O God, wat zou het een wonder wezen als het waar gemaakt mag worden, om ons met ijverim op de heup te mogen kloppen en uit te roepen de wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar Heer, om dan ook de schuld van land en volk te mogen leren eigenen. Want ach, Heer, we zijn terechtgekomen in een land wat overgegeven wordt aan het moderne heidendom. Wanneer de zon in de top gediend wordt,
wanneer er geen besef is meer van de zonde. En ach, Heere, dan zijn we er zo ver van u, den Heere, afgegleden. Ons koningshuis, onze overheid, wie zou niet wenen voor uw aangezicht? Ach, Heere, wil u dan nog gedenken aan ons arme Nederland, waar u daar nogthans een volk hebt, die zich niet wensen te buigen voor dat grote afgod van onze eigen wijsheid, eigen kracht, wanneer we zo met onszelf bezig zijn en alles zo zelfredzaam is, o God. Breng ons voor u eens in de schuld, om het met eten, tranen te bewenen, dat we zo gezondigd hebben. Heere, wil u gedenken in deze maakbare wereld, waar we menen als God te kunnen wezen, dat we denken dat we als God op de troon kunnen zitten. En Heere, dat is ons bestaan wel. Maar geef ons, o Heer, een terugkeer naar u, de God onze vaderen. Wanneer het 75 jaar terug is, wanneer hij ons is ontvallen, welk als een pilaar was in uw kerk, als een pilaar was te midden van ons volk. En ach, Heere, nu hebben we niet op mensen te zien, maar op God te zien. En wil u ons dan al zo mannen toeschikken, die pal mogen staan voor uw woord, die het in onze landvergaderzalen uit mogen roepen, al zo zegt de Heere, Heere, land, 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 hoor des Heeren woord. En ach, Heere, dan is er ene geslacht wat gaat en het andere dat komt. Ook zal er een verwisseling zijn. Maar o, God zou zo groot wezen dat we samen ook met hem, die als leider gesteld zou worden, o Heer, om voor hem te bidden, schuldontdekkende genade. Wat zou die daar goed mee wezen, om met schuld te beginnen. O Heer, om dan daarin aan uw voeten terecht te mogen komen. Om in Christus Jezus een weg te vinden die er niet meer is. O Heer, laat ons niet over aan ons goddeloze bestaan. Maar laat de wijsheid Gods in Christus nog gevonden worden. Zo hopen we een ogenblik met elkaar te verkeren onder uw lieve woord. En wil u daar dan zelf in meekomen? Ach, Heere, breng ons dan op die plek waar we onszelf mogen verliezen en God over mogen houden. Zegen ons in dit avontuur. Mag er nog een biddend volk zijn, Heere, die de nood van land en volk draagt. Het schijnt dat we overgegeven zijn aan het oordeel der verwoesting. Maar er zal toch nog onder het oordeel een voordeel mogen zijn in hem. Zou het vanavond mogen zijn, Heere. Bekeer ons. Al degenen die van Gods wegen dat ambt dienen, om in het midden van ons volk te mogen regeren. Gedenk, Heere, uw knechten, ook aan deze plaats die ook vanavond elders is. Help ook ons, Heere, en laat ons geholpen worden bij God vandaan. We bidden het om Jezus wil. Amen.
Gemeente, wij zingen van 63, de versen 5 en 6. Mijn ziel kleeft uw standvastig aan. Ondersteun mijn zwakke schreden, uw rechterhand. Vol mogendheden doe mij getroost en veilig gaan. Maar deze die mijn ziel begeren, wil dat ik tot verwoesting raak, staan bloot voor uw geduchte wraak. Ze zullen haast ten afgrond keren en werden verder volgd in het zesde vers. We noemden u van Psalm 63, de versen 5 en 6. Straks bij de uitgang zal er één collecte worden gehouden die bestemd is voor de SGP. Wij bevelen deze collecte in ieders milddadigheid van harte aan. Psalm 63, de versen 5 en 6.
Gemeente, we hoorden zo straks uit het boek van Jozua de geschiedenis van het volk Israël, wanneer ze voor de muren van Jericho verkeerden. Ik had gedacht om u vanavond een ogenblik te bepalen bij hetgeen wat u vindt in Hebreeën 11 en daarvan het 30e vers, waar we Gods woord lezen: door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen als ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Deze tekstwoorden, gemeente, ze spreken ons van het geloof bij Jericho's muren. En ik wens u met de hulp des Heeren te bepalen bij een drietal gedachten. Ten eerste het staan voor die muren. Onze tweede gedachte die spreekt ons van het gaan rondom die muren. En onze laatste gedachte, het vallen van die muren, de muren van Jericho. Er staat hier: door het geloof zijn de muren van Jericho. Een gemeente, dat volk Israël, die heeft kennis genomen van die muren, van die machtige dikke muren. Je zou er met paard en wagen op rond kunnen rijden. En op die muren zie ik vanavond allemaal soldaten. De geliefde Jozua, die heeft het ons beschreven van hoe dat hij kennis gemaakt heeft met die muren. En straks hoop ik u daar ook iets van te verklaren. Hoe als hij zijn ogen ophief voor de muren van Jericho. Onze tweede gedachte die spreekt ons van het gaan rondom die muren. We hebben het zo straks gehoord. Hoe de Heere door middel van Jozua het volk Israël onderwezen heeft. Van wat ze nu hadden te doen. De geliefde, misschien vanavond zo samen te zijn, wanneer het ons zo straks is voorgelezen van de stoet. De stoet die gevormd werd om 6 dagen langs die muren te gaan en op de 7e dag 7 keer. En ons is voorgelezen van hoe dat allemaal moest. En misschien zijn er vanavond mensen, jongens en meisjes, ouderen, die zich mogen scharen in die stoet. Want er zijn kinderen bij geweest. Er zijn baby's bij geweest. Er is een oude grijzaar bij geweest. En het was natuurlijk niet bij de 4e dag dat u zegt van: nou, ik heb er geen zin meer in. Maar ze gingen wel rond die muren. En wat ze daarin opgedaan hebben, dat hoop ik u straks te mogen verklaren. Maar op de 7e dag, wanneer ze er voor de 7e keer rondom die muren gaan, dan zouden die priesters die ramshoren in het blazen moeten vertragen. En dan hoor ik nog eventjes. En dan houdt de priester stil. En dan juicht het volk. Juicht. Dan spreekt God. Dan geeft God getuigenis. En dan schuift de Heere de fundamenten onder die muur vandaan. En die muur die valt niet om. Maar die muur die valt onder zich.
En allen die op die muur waren, die gaan onder de puin onder. Dat heeft de Heer ons vanuit zijn woord laten weten. De gemeente is een tijdwoord. En je zou zeggen, dan moet je toch wel eens bijzondere tekst op zoeken. Een gemeente, het is nou de orde dat ik in het midden van de gemeente een stuk uit Hebreeën 11 doe. En ik had gedacht om zo vanavond maar heel eenvoudig ook in dit tijdwoord wat zaken te benoemen. En geliefde, wat zien we dan allerwege? De zonde. En u zegt, daar hoeft u niet zo ver voor van huis. Want de zonde zit in mijn hart en de zonde zit in uw hart. Wat is de grootste zonde? Ja, u zegt, elke zonde is zonde. Maar wat is nou de grootste zonde? Dat is de zonde van het ongeloof. Want gemeente, u en ik, wij leven van nature in de staat van ongeloof. En weet u wat nou in ons arme Nederland gebeurt? Daar wordt het ongeloof, goed luisteren, daar wordt het ongeloof verheerlijkt. Dat kun je allerwege zien. Ik hoef u alleen maar in herinnering te brengen de discussie over stikstof en klimaat. Het schijnt dat het woord van God niet meer gesproken laat worden. Want we weten allemaal, we komen uit een ijstijd. En ons klimaat is altijd onderhevig geweest aan veranderingen. Maar de wijsheid van onze dagen, die wordt verhedigd. Hoe? In ongeloof. En geliefden, het gaat me vanavond niet al te zeer erom, om te wijzen. Want als we moeten wijzen, dan moet ik in de eerste plaats naar mezelf wijzen. Maar weet wat nou me vanavond mijn begeerte is? Om met u de schuld te leren kennen van het ongeloof. En wat maakte God bekend, het ongeloof in de tijd van Elisa? U kunt dat lezen in de geschiedenis van 2 Koningen 7. U weet dat wel in kort genoemd. Het leger lag voor de poorten van Samaria. En toen heeft Elisa geprofeteerd, morgen om deze tijd zal 1 maat meelbloem voor 1 sikkel verkocht worden en 2 maten gerst voor 1 sikkel. En wat zegt die hoofdman dan? God mocht wel vensters in de hemel maken. Wat doet die man? Die spot met Gods almacht. Die verheerlijkt de zonde van het ongeloof. Wanneer die zegt, God zou wel vensters in de hemels moeten maken. Nou, wat zegt dan Elisa? U zult het wel zien, maar u zult er niet van eten. En God die maakt het waar. Van gemeente, God laat niet met zich spotten. Dat deed hij toen niet. En dat doet hij vandaag ook niet. God laat niet met zich spotten. En geliefden, wanneer dan op een bepaalde manier allerlei dingen verheerlijkt worden, zeg maar, dominee, u bent toch geen ontkenner van het stikstofproblematiek. U bent toch geen ontkenner van klimaatverandering. Ik ben geen ontkenner, gemeente, maar ik heb er ook helemaal niks mee.
Want weet u, als u ziet, ik heb dat zondagmorgen al gezegd in de gemeente zondagavond opnieuw, naar aanleiding van het vijfde gebod, als u ziet wat in de laatste weken en maanden gegroeid is, als ik de uien op het land zie liggen, als ik het gewas zie groeien, hoe de Heer het wasdom gegeven heeft ook op de zandgronden van de Veluwe, zie ik de uien liggen te drogen en de aardappeloogst die mag er zijn. Gemeente, God laat niet met zich spotten. En zelfs ook onze reformatorische kranten doen mee met die ellendige discussie over klimaatverandering enzovoort. En God laat zich niet met zich spotten. Want ik lees in 2 Koningen 7 vers 7. De koning nu had de hoofdman op wien zij leunde over die poort gesteld. En het volk vertrapt hem in de poort. En het volk vertrapt die hoofdman in de poort. Gelijk de profeet Elisa gesproken had. En geliefden, als we vanavond met deze zaken tot onszelf inkeren, dan hoop ik dat er een mens onder mijn gehoor zit die het beleeft om één klomp van ongeloof te zijn. Dat bent u en dat ben ik. Want dienaangaande hoef ik helemaal niet naar de Tweede Kamer toe. Hoef ik ook niet naar ons koningshuis toe. Maar dan kan ik hier beginnen, want hier ligt de zaak. En nu zoek ik vanavond een man op. Waar zoek ik hem? Ik ga met u naar de muren van Jericho. Daar staat een man. Als ik goed lees in Jozua 5 en daarvan de 13e vers, staan er voortgeschieden als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opzwief en zag toe. Die man die kijkt naar beneden toe. Voor de muren van Jericho. Wat is er aan de hand? Jozua kan het niet meer bezien. Weet je waar Jozua mee te maken krijgt? Met zijn ellendige bestaan. Dat ongeloof. En gemeente, ik heb zo straks gezegd dat het ongeloof de grootste zonde is. En je hoort nogal in onze dagen roepen, u moet geloven. En ik weet niet hoe als die mensen dat dan doen. Maar is er dan vanavond een volk in mijn midden die zegt, dominee, ongeloof. En dan zit ik vanavond met Jozua voor de muren van Jericho. En dan weet ik het niet meer. Moet die man ontkennen wat er in zijn leven gebeurd is? Dat hoeft die man niet te ontkennen. Want God heeft tegen hem gezegd, wees sterk en heb zeer goede moed. En ik hoef niet te ontkennen hoe als die man met het volk Israël door de Jordaan gegaan is. Maar hij weet het niet meer. Geliefden, is er nog een volk onder me gehoor. Als het gaat over de tijd die we beleven, dan weet ik het niet meer. En hoe verandert dat dan? Hoe kun je dat ongeloof dan uit je leven uitgebannen krijgen? Hoe gaat dat dan? En ik hoop, gemeente, dat dat niet in toden is al in deze gewesten, dat we meedoen met de roep van onze dagen. U mag niet ongelovig zijn, u moet geloven.
Maar weet u wat er gebeurt? Lees u maar met mij, Jozua 5 vers 13. Voor het geschied als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En zie, er stond een man tegenover hem. Met een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem uit en zeide, hij zei tot hem en zijt gij van ons of onze vijanden. Gemeente, die man, Jozua, die krijgt voor de poten van Jericho, krijgt die bezoek van de man met een uitgetogen zwaard. Heb u hem ook wel eens een keer ontmoet? U zegt, over wie gaat het hier? Hier gaat het over Christus, wanneer hij zich openbaart onder het Oude Testament als een geschapen mens. En dan komt hij. Wat komt hij doen? Mijn lieve kinderen, als God in je leven komt, hè, en die grote Christus die komt met een uitgetrokken zwaard, dan heeft Jozua niet anders te doen om naar hem toe te gaan en zegt, zijt gij van ons of onze vijanden? Een gemeente, dan is het erop of eronder. Dan is het erop of eronder. Maar dan zegt die grote Christus, ik ben de vorst van het Heer des Heren en ik ben nu gekomen. Een gemeente, je kunt er neergeslagen zijn vanwege de tijd die we beleven. Je kunt moedeloos worden. Over als het ongeloof verheerlijkt wordt. Waar is God? Dat ik hem dienen zou, zegt Farao. Waar is God? Waar is God in ons arme Nederland? Waar is God in onze kerken? Waar is God in onze gezinnen? Waar is God in mijn leven? Ik noemde het zo straks in het gebed al, en gemeente, ik heb geen begeerte om wijlen dominee Gea Kersten te verheerlijken, verre van dat. Maar die man die stond wel in de kracht van de God van hemel en aarde. Een gemeente, dan moet je niet proberen om dat na te doen. Dan moet je niet proberen om dat na te doen. Omdat die mannen in de vreze Gods in de Tweede Kamer hebben mogen preken en spreken van de God van hemel en aarde. Maar ik heb wel een verlangen. Of God nog eens zou willen openbaren in die Christus die gezegd heeft, ik ben de vorst van de Heer des Heren en ik ben nu gekomen. Hij komt niet te vroeg, hoor. Hij komt echt niet te vroeg. Want anders zou de mens zichzelf kunnen beroemen op hetgeen wat hij gedaan heeft. Maar hij komt precies op tijd. Omdat Jozua niet in de wanhoop zou omkomen. En wat gebeurt de gemeente? Misschien zijn er vanavond mensen van het ongeloof. En ik verheerlijk geen ongeloof, mensen. Maar er is een volk die leert dat monster van ongeloof hier van binnen te kennen. En wanneer is het van het een op het ander ogenblik
En hij zeide, nee, ik ben de vorst van het Heer des Zemen, ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn naam gezicht ter aarde en bad en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heer tot mijn kracht? Zou u daar vanavond ook willen zijn? Aan de voeten van de vorst van het Heer des Heren. Toen viel Jozua neder. En mijn geliefden, als ik u kon vertellen, als ik u kon zeggen, waar het ongeloof weggenomen wordt, dan is het daar. Aan de voeten van de vorst van het Heer des Heren. Kunt u mee? U zegt, dominee, is dat de werkelijkheid? Dat is werkelijkheid. Kunt u mee? Gemeente, waar zou de verwachting zijn voor ons arm wegzinkende Nederland? Wat zou de verwachting zijn voor een kerk die daar ligt, in het, als een rouw over de aarde? Wat zou de enige verwachting zijn? Zie, ik ben nu gekomen. U zegt, kunt u dat verwachten? Ach gemeente, dan is de God van het welbehagen. En er stond vandaag de zon aan de hemel te schitteren als een getuige dat God door zal gaan. Maar hoe heb ik er wat van? Als God de schuld thuis brengt. Wanneer? Als hij verschijnt, mag ik verdwijnen. En geliefden, dan is het vanavond een tijdwoord. Maar ik denk dat de zaak is. Als hij verschijnt, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? En dan hoeft Jozua niks meer te doen. Dan kan hij de handen samen doen. En dan lees ik, zoals het u zo straks is voorgelezen, uit Jozua 6 vers 2. En toen deed Jericho de poorten op slot, die staat het helder, toen zei, nu sloot de Heer de poorten toe het eerste vers en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. En er ging niemand uit en er ging niemand in. Voorbij. En weet u, Jozua hoeft niet meer te wanhopen. Jozua die hoeft ook niet meer in ongeloof tegen de muren van Jericho aan te kijken. U zei, wat zijn dat voor muren? Mag ik er wat noemen? Muren van schuld. Muren van onmogelijkheid. Muren van ongeloof. Muren van oordeel. En mijn geliefden, ik wens vanavond geen wanhoopskreten uit te uiten. Maar ik wens vanavond in dit tijdwoord met u te buigen onder God. Kinderen. Jongeren, buig je knieën voor die grote God van hemel en aarde. En dan gaat Jericho de poorten toesluiten. Met andere woorden, hier komt er nooit niemand in. En dan denken ze dat ze door het ongeloof te verheerlijken, dat ze het volk Israël buiten de muren houden. Mag ik het even toepassen op onze Tweede Kamer? Misschien bent u er ook enigszins mee bekend.
Wat een muren daar in die Tweede Kamer in het kabinet. Hoe komt dat? Men rekent niet meer met God. In de tijd van wijlen dominee Gea Kersten. En als dominee Kersten sprak, hier is in de straat zelfs naar hem genoemd, hè. Maar als dominee Kersten sprak, dan sprak hij met gezag uit het woord van God. En dan moesten al die mensen die moesten zeggen, die man heeft gelijk, want die spreekt overeenkomstig het woord van God. En van het woord van God gaat autoriteit uit. Van het woord van God gaat gezag uit. En geliefden, kijkt u maar dan op die muren. Hoe de zonde verheerlijkt wordt. Hoe dat men alles afbreekt wat er af te breken is van de oude beginsels. Maar geliefden, onze SGP. En gemeente, u moet van mij aannemen dat ik niet op die mannen neerzie. Ook wanneer er nu een wisseling is van de wacht. Ik hoor het zeggen en ik begrijp het. Wanneer je in het reformatorisch dagblad wil zeggen en je wil zeggen, ik vertrouw alleen op God. Maar die muren dan. Beste mannen, SGP, die muren dan. Schuld. Oordeel. Dat we het met elkaar voor God hebben laten liggen. Haar gemeente. Nu zou ik vanavond met u hopen, jeugd, jonge mensen, of God hier vanavond die boete wil ontsteken in de ziel. Daar niet met verdriet en met smart moet waarnemen. Wij hebben God op het hoofd misdaan. En wij zijn van telspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Hebt u daar nou vanavond ook zo'n verdriet van? Dat we niet meer op de plek kunnen komen. En gemeente, ik veridealiseer niet van wat in het historie was en verleden was. Vroeger was het ook wel wat. Maar o gemeente, gemeente, laten we niet over de schuld heen werken. Want God gaat er nooit overheen. Laten we niet over de muren heen kijken. Want God ziet het. U zegt, hoe moet het dan? Stil luisteren naar het woord van God. Want dan heeft Jozua tegen het volk gezegd, ziet u die muren? Die grote burg Jericho die de woorden heeft toegesloten en dat ze niet rekenden met God. Al wisten ze dat er een God in de hemel was. Dan zegt hij, nu gaan we een stoet gaan wij samenstellen. Derde vers. Toen zei gij dan al die krijgsknechten zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringen. Eenmaal al zo zult gij doen, 6 dagen lang. Vierde vers. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. Kom gemeente, we gaan de stoet gaan we vormen. Wie gaat er voorop? De toegerusten. Uit de stam van Ruben, de halve stam van Manasse. En die gaan hier daar voorop. En dan. De ark. Een gemeente, ik denk dat dat de zaak is.
Dan zegt Jozua dat de ark gehaald moet worden uit het heilige der heiligen van de tabernakel. En dan zie ik die priesters die ark op de schouder dragen. Geliefde toehoorder, wat moet dat volk doen? Die moet achter die ark aankomen. Achter die ark. En ze moeten de mond niet gebruiken. Maar ze moeten alleen de oren open doen en de ogen. Niet meer. U zei, wat moeten ze de ogen dan voor gebruiken? Moeten ze dan kijken op die dikke muren waar de paard en wagens op die muren rondrijden? Nee. Ze moeten op die ark zien. En van bij die ark staan de 7 priesters. En die zijn met de ramsbazuinen zijn ze bezig om het geluid voor te brengen. Wat is dat voor geluid? Dat is geen trompet. Bij een trompet kun je zingen. Maar zo'n eenvoudige ramsbazuin, die bracht eentonig geluid voor. Waar komt dat geluid vandaan? Dat komt bij die ark vandaan. Eentonig geluid bij die ark vandaan. Zie. Misschien vanavond een volk die muren van het ongeloof waar ik u zo straks benoemde. En u bent vanavond naar hier gekomen, wat wilt u komen luisteren? Heel eenvoudig. Wat u elke zondag luistert uit het woord van God. Ja, zeggen ze vandaag, dat is toch eentonig. Daar word je toch een keer moe van. Altijd weer opnieuw datzelfde eentonige geluid. En dan zal de ene prediker die zal meer gaven hebben als de ander. Maar ze brengen allemaal het eentonige geluid. Moet het dan anders? We zijn in de dagen gekomen, alles moet anders. We moeten een andere Bijbel hebben, we moeten een aangepaste Bijbel hebben. Zelfs op onze reformatorische scholen, dan moet de HSV, die moest gelezen kunnen worden. Mensen, waar zijn we terechtgekomen? Het eentonige geluid is ons SGP-volk, is dat moe geworden van hetgeen wat wij van vroeger altijd gehoord hebben. Alzo zegt de Heere, Heere. Waar komt dat geluid dan vandaan? Die ramsbazuinen, hoort u ze, machtig geluid, 7 stuks zijn. En dat wordt verspreid over die hele stoet met volk. Dat eentonige geluid, dat klimt over de muur in de stad van Jericho en iedereen hoort het. En het wordt gehoord. Moe van worden. Dat komt bij de ark vandaan. De ark met het gouden verzoendeksel wat in de heilige der heiligen stond, waar bloed op gesprengd was. Waar de heilige wet in ligt. En vanuit die ark hoor ik die bazuinen blazen, die ramsbazuinen, eentonig. Wat ziet u? Ik hoor het geluid en ik zie de ark. De ark. Waar zit die ark op? Luther die noemt hem de genadestoel. Dat zit op de Heer Jezus Christus.
U zegt, moet de ark dan in die strijd? Gemeente, het was niet maar zo een oorlog. Daarvoor de muren van Jericho, maar het was een godsdienstoorlog. Er was de naam, de zaak en de ere Gods mee gemoeid. Wie vanavond in de stoet achter de ark. En ik heb er zondagmorgen tegen de kinderen gezegd. Kinderen, dan zegt mama, als je voor het eerste keer meegaat naar de kerk, dan zegt mama, je moet luisteren. Want daar spreekt God. Vanuit de ark, de bediening der verzoening. Die muren vallen nooit. Die muren van onkunde en die muren van ongeloof, ze vallen nooit. Die eeuwige verbondsgod, die gaat zorgen. Ik zeg tegen die kinderen, kun je de ark zien? Niet praten, luisteren. Kunt u de ark zien? Gaat erom. Want als er geen ark in de stoet is, als vanavond het woord van God geen eerschappij heeft. Als in de Tweede Kamer de zaak van de Heer en de naam de zaak en de zaak des Heren van de SGP niet meer benoemd wordt. Wat heeft het dan voor enkele zin? Ja, u zegt maar, we hebben de Bijbel, dominee. Maar gemeente, het geluid. Moet dat dan, dat woord van God, moet dat dan verpakt worden in een bepaalde verpakking, opdat we op een bepaalde manier het een beetje aan kunnen passen en dat het wat beter overkomt bij de mensen enzovoort? Nee. Eentonig geluid. Hoeveel kerkmensen zijn vandaag moe van het stuk wat we altijd geleerd hebben, een stuk van ellende, verlossing en dankbaarheid. En zei, dank verlost, de ellende, dat is toch niet meer van onze tijd? Toch? Eentonig geluid. Dat wordt al jaren en eeuwen verspreid vanuit het woord van God. Bazuingeluid. Vanuit de ark, opdat zielen zouden buigen onder de God van hemel en aarde, opdat die lieve deugden Gods openbaar zou komen. Waarom denkt u dat die muur van het ongeloof straks vallen zal? Er komt nog geen nageslacht van Jozua bijeen. Hij had die man gezien met het uitgetrokken zwaard. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. U zei, dominee, kan dat dan nog in 2023? Ja. God is nog altijd dezelfde. God is nog altijd dezelfde. Alleen als we meegaan doen met al hetgeen wat in de wereld is. En die maakbaarheidsgedachte die begint ook bij ons te leven. En we menen God een stapje, we menen God een handje te moeten helpen in het stuk van de zaligheid. En in het stuk van zijn naam en zijn zaak, mensen.
Daar komt God nooit in mee. Weet je wat God dan doet? Dan gaat God met eeuwig gesproken zich losmaken van onze gedachten. En daarom, gemeente, ik hoop het, dat God ons daar brengen wil. Voor God in de schuld. Nou, je zegt, hoe doet de Heer dat dan? Heel eenvoudig, door het woord van God. Dat hoef je niet aan te passen. Daar hoef je niet op allerlei mogelijke manieren in die teksten zitten te veranderen. Heel eenvoudig. Die gaat er mee. De eerste dag, wat is het stil. Ik hoor alleen maar dat geluid van dat bazuingeluid. De eerste dag, wat is het stil op de muur. De tweede dag, de derde dag. Ha. Wat zijn die mensen aan het doen? Het is toch bespottelijk. Lopen ze daar met een grote rij. En ik heb een zondagmorgen gezegd. Ik had gemeente, die is dan breed vertegenwoordigd. Dus zeg, jong mensen van die kant en naar die kant. Dan vormen we een stoet. En we gaan allemaal achter die ark aan. En we lopen rondom die muur. En de eerste dag en de tweede dag en de derde dag. Maar er gebeurt toch helemaal niks. Er gebeurt toch niks. Je kijkt naar die muur. Er komt geen scheurtje in. Op de vierde dag beginnen ze vanaf de muur beginnen ze te spotten. Is dit? Wat is dit? De spotters. Als u deze weg gaat, gemeente, moet u maar één ding op rekenen. Dan bent u een spot voor de wereld. Wat is dat spot? Wat zijn dat nou voor mensen? Eerste dag, tweede dag, derde dag, vierde dag. Zou u nog meegaan? De vijfde dag? De zesde dag, zegt die grijzaad, zou ik nog meegaan? Het wordt toch niks. Weet je wat God doet? Die zet er alles van de mens tussenuit. God die gaat een wonder werken. En dan kan ik het niet meer bedenken. Dan kan ik het niet meer beredeneren. Wie gaat op de zevende dag, het is de Sabbat. 7 keer. We gaan 's morgens vroeg op. 7 keer. En de eerste keer en de tweede keer en de derde keer en de vierde keer en de vijfde keer. God heeft ons vergeten. God heeft ons verlaten. Ongeloof. Maar dan. Wanneer dat volk moet sterven aan eigen krachten. Ben ik bij mijn laatste gedachte. We gaan eerst zingen. Wel van Psalm 81. De versen 4, 7 en 12. Want dit is het bevel. Van de Heere der Heren aan zijn Israël, dat is hoog gebod, dat echt van Jacobs God, dat we billig heren. 7 op uw noodgeschrei. En het 12 opent uw mond. 81, 4, 7 en 12.
gemeente, het geloof. Bij Jericho's muren. Het staan voor die muren. Het gaan rond die muren. Het vallen van die muren. Gemeente, kunt u het geloven? Als u 6 dagen rondgegaan bent en je hebt niet anders gehoord dan eentonige geluid. En je hebt niet anders moeten doen dan te zwijgen. Moeilijk in onze dagen. Zwijgen. Het een of het ander moet er wezen of we trekken onze mond open en we hebben overal wat van te zeggen natuurlijk. Zwijgen. Zou er iemand geweest zijn? Ik blijf den Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. Ik zeg, kan nog gebeuren. Zou het nog kunnen? Misschien bent u 70 jaar en dan zeg je, zou het nog kunnen, zou het nog bekeerd kunnen worden? Zou het voor mij ook nog kunnen? We zongen zo straks, ik zing nog wel eens graag met onze kinderen, opent uw mond. En dan laat ik dat psalmvertje nog eens zingen. En dan kunnen al die kinderstemmetjes, kun je zondagsmorgens horen. Opent uw mond. Kunnen geloven. Ik hier of zie mensen, en ik zie op mijn bestaan en op mijn ongeloven, kan dat nooit. Maar het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en de bewijs, die zaken die men ziet. Waar komt het dan vandaan? Dat komt bij God vandaan. Die grote, die heerlijke, die majestueuze, die zalige God. Dat drie-enige goddelijke wezen, die zo getrouw is als sterk. En bij hem zijn er geen onmogelijkheden. Ik heb wel eens gehoord van Wijlen, de oude dominee van de Poel uit Ede, die dachten nog wel eens te zeggen, God heeft nog nooit anders gedaan dan onmogelijkheden mogelijk te maken. Zitten ze vanavond nog hier? Zo onmogelijk. Luister. Ik hoor die ramsbazuin blazen. En de priesters die vertragen het geluid. Er staat in het 20e vers. Van het 6e hoofdstuk van Jozua. Het volk dan juichte. Als zij met de bazuinen bliezen en het geschied dat het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte met een groot gejuich. Wie gebruikt de stem? En dan kijk ik op de muur. En dan heb ik geen reden om te juichen. En dan kijk ik op de ark. En dan krijg ik vrijmoedigheid om te juichen. Wat is juichen? Dat is een overwinningskreet. Wanneer doe je dat? Dat God het zegt. U zegt, maar dat doe je toch niet maar. Juichen. De Heere had tegen Jozua gezegd. Als dan de ramsbazuinen trager gaan en stil. Juich! En dan? Dan schuift God de fundamenten onder de muren weg. En valt al het volk op de muren onder de puin. Onder dat donderend machtige geweld.
Dit werk is door God alvermogen, door zeer en hand alleen geschied. En het is een wonder in mijn ogen. En ik zie het, maar de grond het niet. Weet u nog? Toen God geloof gaf om te geloven. Als ik nog één aanbeveling mag doen. Lees de geschriften van dominee Kersten. Meer dan overwinnaars. Dan schrijft hij over het geloof. En wat zegt hij dan? Niet het geloof van onze dagen dat de mensen de zakken vol hebben met geloof. Dan zegt hij, het geloof wordt beoefend als op de scherpte van het mes. Weet je waar geloof vandaan komt? Bij Gods geest. En dan zal het onderscheiden geweest zijn hoe als die mensen het beleefd hebben. Maar er is er eentje geweest die zich onvoorwaardelijk aan God overgaf. En moet ik dan alleen juichen, dan juich ik alleen. Want God is de overwinnaar in de strijd en hij geeft zijn volk de zegen. Moeilijk. Staatkundig gereformeerde partij te zijn. Mensen, we hebben een God in de hemel. En die God die werkt wonderen. Moet je dan niet doen wat hij moet doen? Natuurlijk moet je doen wat hij kunt doen. Maar vanuit deze gedachte. En u voelt wel, wanneer ik een weinigje overdacht om vanavond in uw midden een tijdwoord te spreken. Ik dacht bij mezelf, ik hoef geen andere tekst te zoeken. Want de gemeente van Tolen en waar je ook vandaan komt, die moet het toch weten. Eentonig geluid. Bij de moe van. Wilt u wat anders? Dan is dit niet naar het woord van God. Of wilt u heel eenvoudig onderwerpen. Van hoe als de Heer het ons vanuit zijn woord heeft geleerd. Ja, ik zeg maar dom, maar er gebeurt er toch niks. Er gebeurt toch niks. Dat heeft toch geen zin meer. Om dat woord van God te laten klinken in onze raadsvergaderzalen. Dat heeft toch geen enkele zin meer. Dat heeft die mensen, die hebben dat toch, die worden alleen maar boos. En die begrijpen nu niet als u hebt over allerlei ontwikkeling, gendertheorie en weet ik het dan maar niet wat ze allemaal vandaag bedenken. Wanneer het ongeloof in de top wordt gediend. Maar God rekent ermee af hoor. Want God laat niet met zich spotten. En onze oudjes leden ons Gods molens malen langzaam maar zeker. God laat niet met zich spotten. God die komt aan zijn doel. En misschien zit er vanavond een arme tobber die zegt, man, wat zou het een wonder wezen. Je kunt soms met weemoed uitkijken. Of God zich nog eens met ons zou willen bemoeien. Of die grote heerlijke God zich nog eens wil openbaren en verklaren. Hoe? In de weg van afbraak. Wanneer je jezelf zo moet tegenvallen. Wat ben ik een SGP'er die mezelf zo moet tegenvallen. Maar mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk eens op de ark. Duizenden jaren wordt ons gepredikt vanuit de ark. Dat er bij God alleen in Christus zich met mensen bemoeien wil. Is dat hoopvol? Het is hoopvol. Want het woord blijft dezelfde. En bij alles wat verandert, God verandert nooit.
En bij alles wat veranderd moet worden, God is en blijft dezelfde. En dan zou ik in ieder wel toe willen roepen, kom, loop vanavond eens eventjes mee in de stoet. Niet zoals vandaag in de straten gerebelleerd wordt, dat niet. Maar loop vanavond eens mee in de stoet. En laten we eens hopen op die grote God van hemel en aarde. En geliefde, misschien heb ik het vanavond wat toegespitst op de tijd. Mag ik iets zeggen over uw arme ziel? Hebt u kennis aan God? Weet u wat het is om bij God in de schuld te staan? Kent u iets van dat goddelijke wezen? Kent u uzelf als een klomp van ongeloof? Maar de ark, die dierbare Christus, die afdaalde in die ontzaglijke ellende van mijn bestaan. Hij kwam op aarde om dat te doen, mag je mens komen. En hij wilde wezen te midden van de oordelen Gods. En hij wilde zijn voor een mens die niks meer was. En mensen, je kunt er een godsdienst op nahouden dat je jezelf kunt, dat je het zelf kunt. En ik ben echt niet jaloers op die mensen die zelf kunnen. Die zelf kunnen geloven. U zegt dus, u staat in voor het ongeloof, ik sta niet in voor het ongeloof. Als God je leert mensen, dan wordt dat ongeloof zo'n ellendige zonde. Ik sprak gisteren naar een oude vrouw. En ik had haar vorige week maandag nog gesproken. Dus bijna 92 jaar. En was het nog een weinigje ruimte. En ik had haar gistermorgen aan de telefoon. Ze zei, dominee, ik heb niks te zeggen. Het is allemaal ongeloof. En het verdriet. En de smart. Dat een zondag. Twee keer op haar oude leeftijd in de kerk was. Dat ze twee keer de kerk uitging en ze kon niet mee. En ze schreeuwde het gistermorgen uit. Dat ellendige ongeloof. Maar oh, ik ben het zeker van. Dat God het ervoor op gaat nemen. Maar het gaat in de weg van ontdekking. En mensen in de weg van ontdekking wordt dat wonder zo groot. Want hij is getrouw. Hij is getrouw. Voor ontrouwen. Die zichzelf in elke dag tegen moet vallen. Maar hij is getrouw. Die het ook doen zal. Niet alleen anderen. Maar ook mij. Ook mij. Amen. Heere, we waren een ogenblik onder uw woord. En al lijkt het zo eentonig te zijn en te worden. Maar Heere, als er een volk mag zijn die dat geluid vanuit de ark mag ontvangen in de ziel. Om dan kracht te krijgen om te volharden in het geloof, om de weg te gaan, al is het 6 dagen lang en de 7e dag de 7 keer en niet wetende hoe als het ooit goed moet komen. Maar Heere, u bent de getrouwe. Wil u genadiglijk waken over ons en wil u opstaan over ons ellende bestaan. En laat hij als grote Christus in ons leven verschijnen, opdat wij bij de gedurigheid mogen verdwijnen en God over mogen houden. Gedenk toch, Heer. We hebben niet anders te laten zien dan ons bestaan. Maar laat ons in Christus hebben wat we niet kunnen missen. Tot roem en eer van uw lieve naam. Gedenk toch, Heer, naar de trouw van uw verbond. En laat ons niet hulpeloos varen. Zegen dit volk ook met degenen die
in de raadsvergaderzalen hun werk mogen doen, laat ons samen vanuit de diepte elkaar mogen onderwijzen in het wonder Gods, wil u het werken tot roem en eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van de derde psalm en daarvan het vierde vers, psalm 3. En daarvan het vierde vers, psalm 3, het vierde, sta op. Verlos mij, Heere, gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Mijn hart is onderdrukt en mij van het gevaar ontrukt, gesloegd en op de kaapken, verbrekend onverwacht en tanden door uw macht. En ik heb de overhand gekregen, gij Heer alleen gezijd, verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen van de derde psalm, het vierde vers. Aan het einde zal er gecollecteerd worden voor de SGP. De Heere zegene u en uw gaven.
Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.